Hoi! Leuk dat je kijkt naar hoe speel je. Ik ben Melvin van Lobbes en vandaag bouwen we koninkrijken met bossen, mijnen en landgoederen. Maar je bent niet de enige die zijn oog heeft laten vallen op de mooiste stukken van het land. Dus kijk snel mee, dan leg ik je uit hoe je de beste keuzes maakt in King Domino. Elke speler neemt om te beginnen een starttegel en een kasteel van die kleur. Ook neemt elke speler de koningen van zijn kleur. Als je met twee spelers speelt, dan neemt elke speler twee koningen. Speel je met drie of vier spelers, in dit geval drie, dan neemt iedereen maar één koning van zijn kleur. Vervolgens worden alle dominostenen zorgvuldig geschud en met de genummerde zijde naar één kant weer terug in de doos gedaan. Het is de bedoeling dat tijdens het spel alleen de genummerde zijde zichtbaar is. Speel je met twee spelers, dan verwijder je van alle dominostenen de helft, dus 24 domino's, uit het spel. Speel je met drie spelers. Dan verwijder je de eerste 12 domino's uit het spel. Die heb ik er hier alvast uitgehaald. En speel je met vier spelers, dan gebruik je alle 48 domino'sstenen van het spel. In dit geval dus hebben we er de 12 uitgehaald en spelen we met 36 domino'sstenen. Vervolgens neemt iemand hetzelfde aantal domino'sstenen uit de doos als dat er koningen in het spel zijn. In dit geval dus drie domino'sstenen. Je neemt de eerste drie uit de doos en legt ze met de nummers zichtbaar. Onder de doos en zorg ervoor dat je ze in oplopende volgorde neerlegt. Het kleinste getal het dichtst bij de doos. Op deze manier dus. En vervolgens draai je ze open. Eén speler neemt vervolgens alle koningen in zijn hand, hij schudt ze en zonder te kijken trekt hij willekeurig één koning. De speler van wie deze koning is, mag nu kiezen op welke van deze tegels hij zijn koning plaatst. Kies bijvoorbeeld voor deze. Dit gaat zo door. Een willekeurige koning wordt getrokken. Deze speler mag kiezen en gaat hiervoor, tot uiteindelijk ook de laatste koning geplaatst is. Zodra alle stenen gekozen zijn, wordt er nog een tweede rij hiernaast gevormd, op dezelfde manier als hiervoor. Dus we pakken drie stenen, we leggen ze neer, zorgen dat het kleinste getal bovenaan is, en vervolgens draaien we ze open. Nu is het tijd om het spel te beginnen. De speelvolgorde wordt bepaald door de positie van de koningen op de rij met de domino's. De speler van wie de koning het dichtst bij de doos staat, die begint. Hij doet dan de volgende twee dingen. De domino waar hij op staat, gaat hij toevoegen aan zijn koninkrijk. En vervolgens kiest hij een nieuwe domino steen om zijn koning op te plaatsen. Laten we allereerst eens kijken naar de verbindingsregels voor het plaatsen van een domino aan jouw koninkrijk. Voor het plaatsen gelden de volgende regels. Een domino moet altijd met een horizontaal of een verticaal vlak grenzen aan wat er al ligt in jouw koninkrijk. Dit mag dus niet enkel diagonaal, maar moet altijd met een vlak verbonden zijn. Een domino mag altijd verbonden worden aan de starttegel, ongeacht wat voor landschapstype er ook op staat afgebeeld. Aan de starttegel mag het altijd. Verbind je een domino met een andere domino die er al ligt bijvoorbeeld ik wil deze al op een later moment hier nog weer aan vastleggen. Dan moet er tenminste één landschap wat daarop afgebeeld is overeenkomen. Dit landschapstype komt overeen, dus ik mag hem bijvoorbeeld hier aanleggen. Maar ik zou hem niet zo mogen aanleggen, want dit komt niet overeen. Wat wel mag is ik mag hem zo aanleggen. Nu komt dit in principe natuurlijk niet overeen, maar er moet er tenminste één zijn die overeenkomt. Dus zolang dit aan de voorwaarde voldoet, is dit ook oké. Okay. Een volgende regel, het koninkrijk mag niet groter worden dan een raster van 5 bij 5 vakken. Stel, ik leg hier een tegel neer, ik leg hier aan de andere kant ook een keer een tegel neer, dan tel ik hier al 1, 2, 3, 4, 5 vakken. Op een later moment mag ik dus bijvoorbeeld niet dit nog uitbreiden door hier iets aan vast te leggen, want dan wordt mijn raster te groot. Ik zou het bijvoorbeeld hier mogen aanleggen. Als het door de bovenstaande regels onmogelijk is om een gekozen steen ergens aan te leggen, maar je hebt toch deze steen om hem aan te moeten leggen, dan, ja, dan kan het simpelweg niet. En dan leg je de steen af, scoor je daarmee dus geen nieuwe punten. Nadat je jouw domino hebt aangelegd in jouw koninkrijk, kies je een nieuwe domino uit de volgende rij om jouw koning op te plaatsen. Hierbij kun je rekening mee houden dat als je een hoge domino kiest, dat je de volgende beurt weer eerder ook nieuwe keuze hebt. Maar lagere domino's met hogere cijfers op de achterkant kunnen over het algemeen wat waardevoller zijn. Daar heb je dus de keuze in. Zodra elke speler zijn domino heeft aangelegd en de hele rij dus is verdwenen, alle koningen op de nieuwe rij staan, dan wordt er weer, net als voorheen, een nieuwe rij daarnaast gepakt. Door drie nieuwe domino's in volgorde en om te draaien en daarnaast te vormen. Zoals hier. Zodra alle domino's uit de doos op zijn, is het spel voorbij. Elke speler berekent dan zijn persoonlijk aantal punten. Het kan zijn, door een onhandige planning, dat niet iedereen een koninkrijk van 5 bij 5 heeft gemaakt, maar dat er gaten in zitten. Dat is dan eenmaal zo. Het aantal punten van jouw koninkrijk bereken je als volgt: elk koninkrijk bestaat uit een aantal domeinen. Dat is een groep vakken van hetzelfde type landschap dat met elkaar verbonden is. Hier heb ik bijvoorbeeld drie vakken van een moeras, of hier heb ik een lange strook met bos. Elk domein brengt evenveel punten op als het aantal vakken in dat domein keer het aantal kronen in dat domein. Hier heb ik dus een moeras van drie vakken. In het moeras zijn twee kronen. Drie keer twee betekent dat dit stuk mij zes punten oplevert. Een ander voorbeeld. Hier heb ik een strook met bos. Dit zijn zes stukken bos. Er is maar één kroon. Dat betekent dat ik zes punten krijg ook voor deze strook met bos. Het kan natuurlijk voorkomen. Zoals hier in deze weide, dat ik wel een stuk heb met weide, maar dat er geen kronen in zitten. Ja, dat is dus twee punten keer nul. Dat betekent dat dit stuk landschap mij geen punten oplevert, omdat er geen kronen in aanwezig zijn. Zo tel je dus bij jouw eigen koninkrijk hoeveel punten je per domein krijgt. Je bij elkaar op. En na het tellen van de punten is de speler met de meeste punten de winnaar. Je kunt er ook voor kiezen om enkele aanvullende regels te gebruiken. Zoals dat je 10 bonuspunten ontvangt wanneer jouw kasteel precies in het midden van jouw grondgebied staat. Dat is mij in dit geval gelukt, maar is niet verplicht. En de andere spelers is dat niet gelukt. Of dat je 5 bonuspunten krijgt wanneer jouw koninkrijk precies uit 25 vakken bestaat. Ook dat is de andere spelers niet gelukt, maar dan zou ik dus bonuspunten krijgen. Een laatste variant, genaamd het grote duel, is met twee spelers te spelen. Dat houdt in dat je met twee spelers wel alle 48 domino stenen gebruikt in plaats van de helft. En dat je gaat werken aan een koninkrijk van 7 bij 7 vakken. Dat is dus een mooie uitdaging voor als je het spel al eens een keer gespeeld hebt. En dat is hoe je King Domino speelt. Nu weet jij hoe je de juiste landschapstegels kunt uitkiezen om het beste koninkrijk te bouwen. En vergeet ook niet om je kroontjes te verzamelen. Veel plezier met het spelen en tot de volgende keer bij Lobbers. Hoi hoi!